Ja, zeker kan ik iets vertellen over het pakket wat ik op een hele mooie dag kreeg. Ik kwam namelijk terug van vakantie. De kinderen die zagen meteen een grote doos staan van Tony's. Dat was de welkomstdoos met heel veel leuke dingen erin. Een welkomstbrief, t-shirt, een boek en daarnaast natuurlijk heel veel repen. Maar er zat ook een huiswerk in bijvoorbeeld. Het lezen van het jaarverslag. Wat ook wel weer goed is om je weer eventjes in te lezen. Dus daar zit alles in om eigenlijk een goede start te maken bij Tony's. Onderdeel van de typisch Tony's tijd is dat er een foto van je wordt genomen. Dankjewel. In een typisch Tony's manier. En daarnaast krijg je een nieuwe Tony's naam. Komt onder andere op een mok, maar die heb ik nog niet gezien. Kijk, het resultaat. Supergoed. Nou, hierachter hangen alle Choco mixshots van Team Tony's. En mijn hangt er ook tussen. Ik ben Choco Culture Vulture binnen Tony's. Ik hou van aanpakken en ik zit in het Tony's team People and Culture. We houden niet zo van standaard functienamen, dus wij maken er een feestje van. We zetten het team bij Tony's op nummer 1 en dat komt eigenlijk in alles terug. Maar wat ik het mooiste vind is op maandagmorgen, dan hebben we onze Monday Morning Meeting. Dan zijn we met het hele team even offline. Ze blijven met elkaar op de hoogte wat er gaande is in het bedrijf. En dat is voor mij heel mooi om te zien wat mijn collega's allemaal doen. Tony's vriendenboekje is ook weer zoiets typisch Tony's. Onze cultuur is daarin vastgelegd. Vooral de vragen die erin staan, dat is om te gieren. Om te gieren, dat zeg ik ook echt nooit. Nee. Het is ook een manier door de vragen om de kernwaarden en onze cultuur echt eigen te maken. Dit is het Tony's vriendenboekje. Klink heeft bij mij erin geschreven. Voor Klink is ondernemend bij Tony's niet alleen onze reep en niet alleen de industrie, maar de hele wereld willen veranderen. En dat vind ik heel mooi aan hem. De sfeer bij Tony's onderling is supergoed. Het is net een hechte familie eigenlijk. We zijn één team op weg naar één missie. Samen maken we 100% slaafvrij de normen chocolade. We vinden het heel belangrijk om ieder kwartaal bij elkaar te komen. Dat iedereen weet wat speelt er binnen een organisatie. Maar elk kwartaal zetten we toch altijd 3 Tony's nog even extra in het zonnetje. Tijdens de Q-meeting wordt de Tony's Award uitgereikt. Na ieder kwartaal kan je stemmen op een Tony die iets goeds heeft gedaan. En dat is eigenlijk een stukje waardering wat je krijgt van je collega's. Als je de Tony's Award wint, krijg je een bokaal. Die kan een kwartaal lang op jouw bureau shinen. En we hebben nog een Omdat het kan, kan. En dat is voor een Tony die net een stapje mee heeft gedaan voor de kernwaarde ondernemend. En daarnaast hebben we nog de scholarship. Zoals je ziet heb ik afgelopen kwartaal de Tony's beurs gewonnen. Waarmee je iets kunt doen wat je leven verrijkt. En dat mag niks te maken hebben met werk. Dus in mijn geval was dat pottenbakken. Er zijn ook wel eens mensen die hebben een cursus fietsreparatie gewonnen of pianolessen. Wel een beetje spraakding, maar... Elk half jaar hebben we bureau bingo. En we wisselen elke 6 maanden van werkplek om groepjesvorming en eilandjes tegen te gaan. Zodat iedereen goed weet wat er op andere afdelingen speelt. En om onze collega's beter te leren kennen. We zitten met Tony's verspreid over 3 kantoren eigenlijk. En de lunch is echt het moment dat we met elkaar samenkomen. En dan spreek je de mensen die je normaal gesproken eigenlijk niet spreekt. We hebben 1 keer in de maand hebben we hier bij Tony's ontbijtsessies. Waarbij een inspirerende ondernemer langskomt om iets meer te vertellen over waar hij mee bezig is. En die komt ons inspireren, meer vertellen over zijn missie die hij wil bereiken. Dat is 1 van de dingen die we met elkaar doen bij Tony's. Maar we hebben nog veel meer. We hebben een inloopuurtje waarbij het hele team samen de vragen van al onze chocofans beantwoordt. Een bootcamp waar we met elkaar samen buiten keihard aan het sporten zijn. Om even in de sportieve hoek te blijven, lopen we ook 2 keer per jaar de estafette race. En de estafette race is iets heel speciaals. Want met de estafette race geven we eigenlijk het spreekwoordelijke stokje van de vorige estafette reep door aan de nieuwe estafette reep. Zoals je hier kunt zien, waar is de reep? We hadden het toch net. Op dit moment hebben we een heerlijke melkkletskop amandelsmaak. Ja, en dat is natuurlijk een moment waarbij wij dus met het hele team bij elkaar komen om dit te vieren. Dus er is ruimte voor ontspanning, er is ruimte voor serieus werken, maar er is ook zeker ruimte om gewoon jezelf te zijn. Applausje voor jezelf! Hi Joost. Ja, we zitten midden in opnames hoor, dus... Oké.